Asensione, waar is de wedstrijdbal? De kleedkamer. Gaat hij een mooi plekje krijgen? Ik ben niet iemand die allemaal trofees en pokaal in de woonkamer heeft staan. Dus ik weet niet waar hij een plekje krijgt, maar ik ben er wel trots op. Ja. Hoeveel hat-trick is dit? Ik heb heel veel in de jeugd gemaakt, maar in de Eredivisie is de eerste, dus hij voelt wel lekker. Het voelt zeker lekker, zeker omdat jullie in een mindere fase zaten. Twee penalties vroeg in de wedstrijd en het gaat lopen. Nou, dat vond ik ook. Ik vond ook dat we de eerste helft gewoon goed speelden en kansen creëerden. En, het zag er goed uit. En, ik vond dan dat we in de tweede helft te laag tempo speelden. Maar aan de andere kant, we kwamen ook niet in problemen zoals de laatste weken. Het is gewoon lekker op deze manier ook een voetbal uit te kunnen spelen. Of een wedstrijd uit te kunnen spelen. En, ik vond vooral de eerste helft gewoon goed speelden. En maar de tweede helft iets minder, maar weinig weggegeven. Hebben we over jouw penalties? De een gaat rechtsonder, de ander schiet je linksonder. Is dat het bewust? Nee, ik kijk vaak naar de keeper en uit de tweede weet je natuurlijk automatisch dat hij lang gaat staan. Maar hij ziet het ook wel dat ik wat wacht, dus dan moet je hard in de hoek. En dan ging je ook, hij kon misschien iets meer naar de hoek, dan had hij hem niet gehaald. Maar hij staat erin tussen. Dat is wel lekker, ja. Het is een heerlijke overwinning. Feyenoord speelt gelijk. Nou, Twente is nu jullie enige naaste belager op 4 puntjes. Ja, nee, dat klopt absoluut. Feyenoord natuurlijk inderdaad, Vitesse gisteren. Ja, en hebben een gat geslagen naar hun. Maar natuurlijk hebben we natuurlijk nog steeds Twente achter je staan. Dus je moet gewoon je eigen wedstrijden blijven winnen. En dan komt het goed. Hebben jullie nu iets anders gedaan in de voorbereiding ten opzichte van de vorige twee wedstrijden waarin het wat minder liep? Nou, we hebben het niet heel anders. Maar we hebben wel wat dingen getraind waar de laatste weken wat niet heel goed uitkwam in de wedstrijd. Dus daar hebben we enigszins wel aandacht aan besteed. Ja. Dat heeft dus zijn vrucht afgeworpen vandaag? Ik denk dat dat duidelijk, vooral eerste helft, duidelijk te zien was, ja. Ga zo door, want je hebt donderdag Salzburg. Ja, absoluut. Nee, het is een lekkere voorbereiding op zo'n wedstrijd. Dat je gewoon een goede wedstrijd speelt en 3 punten pakt op een goede manier. Dus dat geeft wel goede hoop, ja. Net een afscheid van Christian Eriksen. Ja, kan jij hem omschrijven hoe belangrijk hij is voor Ajax is geweest? Nou, ik heb natuurlijk vorig jaar meegemaakt, 1 jaartje. Aan het begin dit jaar een beetje, maar dus fantastisch voetballen met... Die gewoon heel belangrijk is geweest. Ontzettend veel assist. Goals maakt hij ook. Maar aan de andere kant, ik zie hem natuurlijk ook een beetje buiten het veld. Het is gewoon een heerlijk jongen om in je team te hebben. Altijd vrolijk en werkt altijd hard. Dat soort types heb je wel heel graag in het team. Dus die hebben we zeker gemist. Is het een type die zijn carrière afsluit bij de club waar hij begonnen is? Nou ja, ik weet wel hoeveel Ajax van betekent. Dus nooit zeggen. Maar hij moet natuurlijk gewoon de maximale uit zijn carrière halen. En dan zie je altijd verder, maar het zou wel mooi zijn als hij hier nog een paar jaartjes zou meepikken.